Soms lijkt het erop dat de mestlesies verdwijnen. De klachten die ze veroorzaakten zijn er niet of nauwelijks meer en ook op de MRI-scan zijn ze niet meer te zien. Kunnen lesies echt verdwijnen? Het antwoord op die vraag zal je verbazen. MS-ontstekingen in de hersenen of in het rugmerg laten schade achter. Die schade die wordt een lesie genoemd. Als je aan een MS-lesie denkt, dan denk je vaak aan een licht vlekje op de MRI-scan. In werkelijkheid is er iets aan de hand op veel kleinere schaal dan dat beeldpuntje op die MRI. Kijk maar eens mee. Als we heel erg inzoomen op zo'n MRI-scan, dan zien we kleine blokjes met een bepaalde grijswaarde. Het lijkt wel mini-stack. Bestaat dat eigenlijk nog wel? Een soort 2D Minecraft zonder computer, zeg maar. Eén enkel beeldpuntje van een MRI-scan, dat noemen ze een pixel, stelt vaak een blokje weefsel van 1 bij 1 millimeter groot voor. Een axon, een enkele zenuwuitloper met een myelinelaagje eromheen, heeft een diameter van iets meer dan 1 micrometer. Dat is een duizendste van 1 millimeter. Dat betekent dat er in zo'n enkele pixel van een MRI-beeld, dus grofweg 1000 keer 1000, dus 1 miljoen axonen liggen. Het is belangrijk om je te beseffen dat een grijs klein beeldpuntje op zo'n MRI-scan staat voor een gemiddelde meting over 1 miljoen axonen. Dat is zo belangrijk dat ik het nog eens zeg. Eén enkel grijs beeldpuntje van een MRI-scan is een gemiddelde meting van wel een miljoen zenuwcellen. In het kort zijn er voor nu twee MRI-beeldsoorten belangrijk. De T1-scan, eventueel met een contrastmiddel, en een T2 of T2-flare-scan. In een eerdere video legden we precies uit wat dat betekent, maar voor nu is het belangrijk om te weten dat op de T1-scan water donker is, hersenweefsel verschillende grijstinten heeft en het contrastmiddel heel licht is. En op de T2-scan is water licht, hersenweefsel heeft weer verschillende grijstinten en als we een T2-flare-scan bekijken, dan is het water in de ventrikels en om de hersenen heen donker. Laten we eens praten over wat er gebeurt bij nieuwe lesies. Stel je MS is actief en je krijgt een ontsteking. Stel ook dat die ontsteking klachten veroorzaakt en ook op de MRI-scan die je neuroloog gaat maken is inderdaad een nieuw wit vlekje te zien. Na een aantal weken worden de klachten die die lesie veroorzaakte minder en misschien verdwijnen ze wel volledig. Op de nieuwe MRI-controle die een neuroloog gaat maken een jaar later is een vlekje niet eens meer te bekennen. Dat is een heel herkenbaar scenario, maar betekent dat dan dat die lesie helemaal verdwenen is? Laten we eens gaan kijken naar 1. Het kleiner worden of verdwijnen van een lesie op een MRI-scan en 2. Het minder worden of verdwijnen van klachten van een lesie. Om uit te leggen wat er aan de hand is, moeten we eens kijken naar wat er gebeurt in ons centrale zenuwstelsel wanneer er een nieuwe MS-ontsteking optreedt. Dit is een versimpelde weergave van zo'n MRI-beeldpuntje. Dus in het echt had hij 1 miljoen axonen, daar had ik geen zin om dat te tekenen, dus laten we met dit beginnen. Bij een ontsteking wordt het myeline om die axonen heen aangetast. Ook gaat zo'n acute ontsteking gepaard met extra vocht, oedeem. Denk maar aan een ontstoken splinter in je duim, dan is je duim ook opgezwollen en klopt die van de druk. Daar komt er die extra vochtophoping. Weet je nog dat ik net zei dat een T2 gewogen MRI-scan dat daar op water licht is? Dus door dat oedeem is zo'n lesie niet alleen tijdelijk groter, maar ook extra licht op een MRI-scan. Met een contrastmiddel gaat het iets anders. Dat middel wordt geïnjecteerd in je bloedbaan. Normaliter laat de vaatwand van de bloedvaten van ons centrale zenuwstelsel slechts heel selectief stofjes door. Dat contrastmiddel mag er niet door. Maar door een ontsteking gaat die barrière, dat heet de bloed-breinbarrière, tijdelijk lek. Dat is ook de reden dat zo'n nieuwe lesie oplicht door contrastmiddel. Dat zie je op een T1-scan met contrastmiddel. Hier zie je dat.
De specialisten die spreken dan van een aankleurende lesie. Wat ontstoken raakt is een myeline om die zenuwuitloper zonder axonen. En als dat myeline laagje niet meer om die uitloper zit, dan werkt zo'n zenuw niet of nauwelijks meer. Myeline is beige of wittig van kleuren, vandaar de naam witte stof voor het deel van de hersenen met veel myeline. Die kleur zie je natuurlijk niet op een MRI-scan, maar myeline is vettig en daardoor is het waterafstotend. Als er in een stukje weefsel minder myeline aanwezig is dan voorheen, dan zit er in dat weefsel op die plek dus relatief meer water. Dat is ook de reden dat de lesies op een T2-scan, ook nadat dat oedeem weg is, vaak nog steeds lichter zijn dan het omliggende weefsel. Beschadigde myeline door het ontstekingsproces wordt deels hersteld door je eigen lichaam. Dat heet remyelinisatie. En deze herstelde myeline is niet zo goed als het origineel, maar hierdoor kunnen zenuwcellen wel wat beter gaan functioneren dan tijdens of net na de ontsteking. Toch werken die gerepareerde zenuwcellen niet zo goed als eerst. Ze zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor warmte, sturen soms continu verkeerde prikkels uit, of ze sturen prikkels gewoon weg niet goed door. Dat veroorzaakt klachten die mensen met MS vaak heel goed kennen. Doordat er door die remyelinisatie relatief meer myeline aanwezig is, dat vettige stofje, is de hoeveelheid water in het weefsel ook weer iets minder geworden. Hierdoor wordt een lesie na remyelinisatie minder licht op de MRI-scan. Dus door 1. Het herstel van de bloed-breinbarrière, 2. Het verdwijnen van het oedeem en 3. De remyelinisatie neemt de helderheid van zo'n lesie na verloop van tijd af. Soms zoveel dat hij niet meer goed waar te nemen is. Daarbij komt nog dat sommige MRI-scanners minder gevoelig zijn dan andere. Bijvoorbeeld door de sterkte van een magneet of door verschillende scanprotocollen. Daardoor kan het zijn dat lesies minder goed zichtbaar zijn wanneer je voor een vervolgscan op een andere scanner gescand wordt. Nog iets om te weten. Op de standaard consumentenmonitor van een neuroloog zijn kleine verschillen in helderheid van het MRI-beeld trouwens veel eerder niet meer te zien dan op de superdure specialistische schermen van de radioloog. Daar was ik zelf verbaasd over toen ik met de radioloog op zijn scherm keek naar mijn eigen MRI-scans. De richtlijnen voor radiologen die zeggen trouwens dat wanneer een lesie een diameter kleiner heeft dan 3 mm, deze niet meetelt. Het kan dus zo zijn dat een lesie nogal zichtbaar is als je hard genoeg kijkt, maar dat die gewoon weer genegeerd wordt. Laten we nu eens kijken hoe het zit met klachten die zo'n nieuwe ontsteking kan veroorzaken. Allereerst weer terug naar dat oedeem, dat extra vocht tijdens de acute ontsteking. Door de druk die dat veroorzaakt, krijg je extra klachten. En die gaan weg zodra dat oedeem verdwijnt. Dat gaat na verloop van tijd vanzelf, maar een stootkuur met corticosteroïden kan dat proces versnellen. Afhankelijk van de plek van de schade kunnen je hersenen leren om als het ware om de schade heen te gaan werken. Dat heet plasticiteit. En dit gaat beter bij lesies in de grote hersenen dan bijvoorbeeld bij een lesie in het ruggenmerg of de oogzenuw. Doordat de oedeem dat weggaat en de plasticiteit is het waarschijnlijk dat klachten na een ontsteking redelijk snel wat beter zullen worden. Ze kunnen soms zelfs volledig verdwijnen. Het kan trouwens ook zo zijn dat een ontsteking helemaal niet wordt opgemerkt. Dus dan zie je op de MRI bijvoorbeeld wel een licht plekje, maar je hebt daar als patiënt niks van door. Maar omdat de reparaties en omleiding van je hersenen niet perfect zijn, kunnen problemen weer optreden zodra de functionele reserve van je hersenen weer afneemt. Hoe dat gaat leggen we eerder alles uit in deze video's. Heel in het kort kun je zeggen dat de capaciteit waarmee de hersenen om kunnen gaan met schade, dat heet de functionele reserve, dat die capaciteit afneemt bij stress, bijvoorbeeld bij koorts, slecht slapen, infectie, etc. Maar die functionele capaciteit neemt ook af als we ouder worden. Het brein van mensen met MS wordt helaas sneller oud dan dat van een gezond persoon. Daarom is het heel belangrijk om schade te voorkomen.
Steeds meer studies laten zien dat het gebruik van effectieve medicatie bij mensen vroeg in de ziekte heel erg nuttig is voor hoe het in de verre toekomst met je gaat. Toch kunnen lesies wel volledig verdwijnen. Hoe zit dat dan? We hebben het net gehad over wat er gebeurt met nieuwe lesies. Maar oudere lesies kunnen soms wel in hun geheel verdwijnen. Dat komt niet door herstel, maar door atrofie. Dat verwijst naar het verlies van hersencellen. Atrofie treedt niet alleen op in de lesie zelf, maar het is een proces dat optreedt wanneer je ouder wordt. Dat noemen ze ook al hersenkrimp. En je kunt je voorstellen, wanneer het volume van de hersenen afneemt, dan neemt het volume van lesies vaak mee af. Zenuwcellen in een lesie zelf, die kunnen ook zo beschadigd zijn dat die afsterven en door het lichaam opgeruimd worden. Dan spreekt een neuroloog van een black hole. Dat noemen ze zo omdat het weefsel na het verdwijnen van die zenuwcellen in de lesie een gat heeft. En dat gat dat is opgevuld met hersenvocht. Weet je nog, op het enige hoge MRI-scan is water donker. Dus als je zo'n opname kijkt, dan ziet dat eruit als een donker gat in het hersenweefsel. Een black hole. Oké, logischerwijs betekent het kleiner worden of verdwijnen van lesies op deze manier niet dat symptomen die die lesies veroorzaakten beter zullen worden. Ook niet slechter trouwens, die zenuwcellen die waren daar al helemaal kapot. Waar in het begin van de ziekte het totale volume van alle lesies op de MRI iets zegt over de ziekteactiviteit, zegt later in de ziekte juist de afname van het totale lesievolume iets over de ziekteprogressie. Dat was een veel langer verhaal dan wat ik in eerste instantie gedacht had. Heel in het kort is dit de hoofdboodschap. MS-ontstekingen laten altijd schade achter. Ook al zijn ze niet meer te zien op de MRI en ook al veroorzaken ze op dat moment geen klachten. De schade die ze veroorzaakten blijft altijd een zwakke plek in het centrale zenuwstelsel. En die kan wellicht bij warmte, slecht slapen, een infectie, stress, maar ook wanneer je ouder wordt weer klachten gaan veroorzaken. Daarom vinden neurologen het voorkomen van nieuwe ontstekingen heel belangrijk. Gelukkig zijn de nieuwe MS-medicijnen steeds beter in staat om hierbij te helpen. Daar zal ik in de toekomst een filmpje over maken. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je weer veel geleerd. Mocht je nou nog een vraag hebben, laat het me weten door een berichtje achter te laten hieronder bij de commentaren. Tot bij de volgende video!